september 2008 is er een grote groep activisten die strijd voert voor het Lappersfort, waarmee ze de strijd die 8 jaar geleden begon verder zetten. Het gemeentebestuur van Brugge is niet opgezet met die bezetting, want die gaat drastisch in tegen hun plannen om Brugge en eigenlijk heel Vlaanderen te industrialiseren. En ze zijn die activisten dan ook liever kwijt dan rijk. Daarom voeren ze al een geruime tijd pesterijen uit, van de politie uit naar de activisten toe. Mensen worden van straat gepikt, hun identiteit gecontroleerd. Er zijn mensen gearresteerd wegens verdacht gedrag, gewoon omdat ze met een kruiwagen over straat liepen. Er zijn mensen gearresteerd omdat ze aan het flyeren waren. Allemaal nutteloze redenen. Ondertussen zit er ook 1 activist vast, omdat hij voedselhoudbaarheid, de uiterste verkoopsdatum, had overschreden, uit een container was gaan halen. Waarom hij vastzit is mij niet duidelijk. De misdaad is dat er elke dag tonnen en tonnen eetbaar voedsel in vuilbakken verdwijnen om te worden vernietigd. Voedsel dat vaak komt uit derde wereldlanden waar mensen zelf verhongeren. En wanneer mensen in het Westen hier dan zeggen van wij doen niet mee aan die overconsumptie, dan is dat blijkbaar een misdaad, dan komen ze daarvoor in de gevangenis terecht. Het is ook een unieke zaak, het is nog nooit eerder gebeurd dat mensen daarvoor zouden worden veroordeeld, omdat ze honger hebben en eten uit een vuilnisbelt, of niet eens een vuilnisbelt, maar gewoon uit een container, net uit de supermarkt zouden halen. Dit hoort perfect thuis in de rij van pesterijen die de politie en het Brugse stadsbestuur naar de Lappersfortbezitters uitsturen. En daarom zou ook iedereen willen oproepen om actie te voeren in solidariteit met deze activist. En een stem te laten horen tegen de voedselcrisis, tegen de ecologische crisis en tegen repressie. En voor een leefbare samenleving, voor ons leefmilieu. En laten zien dat wij als burgers ook iets te zeggen hebben en dat wij niet naar de pijpen moeten dansen van politici en van de grote bedrijven. Dus we spreken af rond 1:45 zoiets aan het station van Brugge, waarna we met heel onze lawaai-demo naar de gevangenis kunnen gaan, de Brugse gevangenis waar onze kameraad gevangen zit. Breng een positieve ingesteldheid mee, veel muziek en vooral uw luide stem.